Dit is een gebouw in Amsterdam. Dat staat langs het spoor. Veel mensen die, zijn hier wel eens langs gekomen. Dus eigenlijk loopt het in een soort curve. En elke keer, al die ramen, dat het verspringt elke keer. En door de plek waar ik stond, toen ik deze foto maakte, valt de diepte helemaal weg in de foto. Ik krijg een hele compositie ook met die verschillende kleuren ramen en een aantal ramen die ook openstaan. Dat maakt eigenlijk de foto. Dit is een glazen gevel en al die ramen die zitten er een beetje scheef in, zou je kunnen zeggen. Een beetje de verschillende hoeken. En daar heb ik mee gespeeld. Dat in combinatie met een blauwe lucht met wat wolken. Dat levert echt een vrij mooi resultaat op, vind ik zelf. Ja, je moet je voorstellen dat je hebt je loopt langs zo'n gebouw. En normaal gesproken zijn daar, laat ik zeggen, recht van voren naar kijken, dan komt het gewoon normaal realistisch over. Maar je moet je voorstellen dat je daar bijvoorbeeld dat je langs dat gebouw gaat kijken. Dus je gaat dichter bij die gevel staan en je kijkt langs dat gebouw. En dan zie je dat die bijvoorbeeld de ramen of de galerijen wegvallen. En dat het een hele abstracte structuur krijgt. Een mooi voorbeeld ervan, van mijn manier van kijken, dat zou ik zou kunnen illustreren met de duimpjes. Hier, de Rietveld-duimpjes. Als je recht van voren naar die duimpjes kijkt, dan ziet het er eigenlijk vrij normaal uit. En dat zijn een soort haakjes. Eigenlijk. Ga je nou dichter bij die muur staan en kijk je er langs, dan krijg je toch een soort abstract patroon met die muur en die duimpjes. Ja, studentenwoningen. Maar dat zijn allemaal, al die kamers, al die de hele gevel die bestaat uit een soort patrijspoorten. Die ramen die liggen daar min of meer verdiept in. En hier heb ik eigenlijk schuin langs die patrijspoorten gefotografeerd. Op een manier dat die ramen niet zichtbaar zijn. Dus die vallen helemaal weg. En dat geeft eigenlijk een heel surrealistisch beeld. Deze foto die heb ik in Barcelona gemaakt. Het is een gebouw met eigenlijk met lamellen die rondom dat gebouw naar boven lopen. Dus ze lopen schuin naar boven. En er zit dus wat afstand tussen het gebouw en die lamellen. En hier heb ik gespeeld met die lamellen en die houders. Dat is eigenlijk en het gebouw erachter. Die structuur heb ik hier vastgelegd. Ten slotte deze foto. Het is een gebouw, het was nog in aanbouw, maar dat zie je op deze foto eigenlijk niet zo. Het is een grote woontoren in Londen. En al die blokken die verspringen. Het gebouw is min of meer rond, maar dan met allemaal vierkante blokken. En die heb ik hier schuin op de foto gezet en daar heb ik een compositie van gemaakt.